Hoi, ik ben Ruben van Futurum Shop, sta in de club in Utrecht. In deze video ga ik je meer vertellen over de producten van Seasucker. Nou, als fietser kun je natuurlijk grote afstanden afleggen, maar soms wil je ook ergens anders naartoe om daar eens een stukje te fietsen. En dan kan een fietsendrager natuurlijk uitkomst bieden. Maar een traditionele dragdrager of trekhaakdrager, ja, daar zitten ook nadelen aan. Ze passen niet op iedere auto en ze nemen veel ruimte in beslag als je ze niet gebruikt. Nou, de producten van Seasucker die bieden daar uitkomst voor. Seasucker maakt fietsendragers die op vrijwel iedere auto passen. En dat komt omdat ze gebruik maken van zuignappen. Die nappen zijn 6 inch groot en kunnen per stuk tot 95 kilo aan gewicht dragen. Die nappen zijn dus zo sterk dat je prima op de snelweg kunt rijden zonder je zorgen te hoeven maken over je fiets. Nou, de installatie van zo'n Seasucker is ontzettend eenvoudig. Je maakt het oppervlak van de auto eventjes schoon en zet de cup erop. En dan kun je de pompjes in blijven drukken totdat je het oranje gedeelte niet meer kunt zien. Dan zit de drager vast op je auto. De cups kunnen worden vastgezet op metaal en op glas, waardoor ze op vrijwel iedere auto passen. En voor de cranks is er een klittenbandje meegeleverd. Die kun je daarmee vastzetten en daarmee voorkom je dat die tegen het dak van de auto aankomt. Bij Futurum Shop kun je verschillende dragers vinden voor 1, 2 of 3 fietsen. En er zijn ook wat verschillende accessoires te vinden. Zo is er een houder voor je voorwiel, maar ook verschillende adapters voor als je een steekas op je fiets hebt zitten. Nou, de drager kan fietsen tot 20 kilo per stuk dragen. Dus je gravelbike, crosser of mountainbike kan ook gewoon mee. Maar check dan wel eventjes welke adapters je nodig hebt voor de steekassen en bestel ze meteen mee. De eerste keer dat je gaat rijden met zo'n systeem kan best wat spannend aanvoelen. Hè, want je fiets zit met zuignappen vast op het dak. Maar toch wordt het al vele jaren en duizenden kilometers gebruikt zonder enige problemen. En ook Team Jumbo-Visma maakt gebruik van een dergelijk systeem van Seasucker. Maar dan aangepast waardoor er 9 fietsen op hun dak passen. Nou, zo wordt hij als volgauto ingezet met allerlei koersen, waaronder Parijs-Roubaix. En die enorme uitdaging heeft hij met groot gemak doorstaan. Nou, na je autorit kun je de drager eenvoudig loshalen door het lipje aan de zijkant even omhoog te trekken. Daarmee hef je het vacuüm op en kun je de drager zo loshalen. Nou, het nadeel daarvan is dat het relatief diefstalgevoelig is. Maar een voordeel is dat het systeem zo klein is. Dus als je hem niet gebruikt, leg je hem zo achter in de auto en kun jij rustig een rondje gaan fietsen. Nou, de producten kun je natuurlijk allemaal vinden op futurumshop.nl.